Vandaag op de barbecue, Koreaanse kipsaté van Tante Miho. Hoi, ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue. En vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips, tricks en reviews. Denk, hey, dat is interessant, daar wil ik niks van missen. Vergeet je dan vooral niet te abonneren. En als je op dat belletje drukt naast die abonneerknop, dan krijg je van YouTube een melding als ik weer een nieuwe video upload. Na een aantal weken van reviews, dit keer weer gewoon een recept op zaterdag, zoals het hoort natuurlijk. En dit keer gaan we saté maken, altijd al een feestje natuurlijk. En we gaan niet de Indonesische kant op, nee, we gaan een Koreaanse saté maken. Ewald, een van de beheerders van het barbecuegenootschap, zijn tante is Koreaans. En dit is haar recept. En ja, die tante heet Miho, dus dit is de kipsaté van tante Miho. En die is echt heel erg lekker. Zo lekker, je hebt geen saus nodig. En hoe je die saté maakt, ga ik je nu laten zien, dus... Laten we aan de slag gaan en de keuken induiken. Allereerst maken we de marinade. Daar gaat in sojasaus. En ik heb daar voor de helft tamassu gebruikt. Dat is een Rotterdamse sojasaus. Heel erg mooi van smaak en ja, dat brengt wat verdieping. Helemaal is misschien een beetje overkill in dit recept, want het is een vrij dure sojasaus. Maar ja, dit geeft net even een beetje extra smaak eraan. Dan gaat er in mijn geval Shaoxing rijstwijd mee. Tante Mio zelf die gebruikt sherry, maar ja, ik heb dit in de kast staan. Gebruik wel een goede sherry als je dat doet. Sesamolie. En zoals altijd is het recept natuurlijk te vinden op mijn website, barbecuenl.com. Ik zal een linkje hier beneden zetten. Bruine suiker. Bastard of rietsuiker. Knoflook, heel belangrijk. Wat zwarte peper. Zout hoeft niet, want ja, dat zit al in die sojasaus. En dan gaan er wat Koreaanse pepervlokken bij. Gochugaru. Dat is een toevoeging die Ewald gedaan heeft. Dat is niet origineel in het recept van zijn tante, maar die wel heel erg lekker is. Volgens hem, dus dan, daar geloof ik hem op. Nou, dit gaan we even doorroeren. En als de suiker opgelost is, dan mogen daar lenteuitjes bij. Fijn gesneden. En dan roeren we het nog een keertje door. En dan is dit je marinade. Het recept op mijn blog is in eetlepels. Dat is een gestandaardiseerde maat. 1 eetlepel is 15 ml. Een theelepel is 5 ml. Dus 3 theelepels in een eetlepel. Nou ja, koop zo'n setje. Ik zal hier beneden een link neerzetten naar een leuk setje. Dus dan, als je dat niet hebt, hartstikke handig in de keuken. En ja, dat is dus niet hetzelfde als een dingetje uit je bestekla en daar maar mee aan de gang gaan. Is een gestandaardiseerde maat, dus hou dat in de gaten. En dan gaan we naar de kip. Ik gebruik kippendijen. Als daar vet aan zit, laat dat vooral zitten. Het originele recept vraagt om kippenbuiten die je zelf uitbeent. Maar ja, niet iedereen is er handig genoeg in, dus ik wou het een beetje toegankelijk houden. En ik zag dat Ewald dat zelf ook af en toe gebruikt, dus doe jij je voordeel mee. Daar snij je blokjes van. Een beetje leuke blokjes die je goed aan een stokje kan rijgen. Kijken of er geen gekke dingetjes nog in je zitten, zoals hier zo. Ik zie nog wat geks in. Dus loop dat soort dingen ook even na. Zo, en dat haal je voor al je kippendijtjes. Nou, hebben we dat zo gesneden. Gaan we het in de marinade zetten. Om te marineren gebruik ik graag van die Ziploc zakken. Die sluitbare zakken. Deze zijn van Ikea. Die zijn er perfect voor. Dit is een 2,5 liter zak. Ik vouw het buitenkantje om. Want dan heb je geen probleem als er kip op komt straks. Als je hem dicht vouwt is de buitenkant nog gewoon voedselveilig. En dan gaan alle kipstukjes in. Als je het fijn vindt, kan je het ook in een schaaltje doen. Maar ja, voor marinade vind ik dit zelf het handigst. Je kan ook alles een beetje doormasseren en dan komt het er goed bij. Dus ja, dit is mijn favoriete methode. Dan mag de marinade erbij. Ik neem maar die lenteuitjes ook mee. Dan mag de zak dicht. Hou daar een heel klein beetje lucht in eventjes en masseer alles lekker door.
Nou, heb je alles goed doorgemasseerd. Ik doe een heel klein stukje open. En dan duw je zoveel mogelijk de lucht eruit. Zo. En dan mag dit de koeling in. Ik doe dat nog in een aparte schaal. Mocht dit lekken, dat het niet in je koelkast loopt. En dan mag dat minimaal 4 uur blijven staan. Ewald marineert 24 uur. Maar ja, marinades 4 uur, dan heb je eigenlijk de maximale werking wel gehad. Maar als je dat fijn vindt, vooral doen. En nou ja, dit gaat dus de koelkast in. En dan komen we straks weer terug. Terwijl de kip staat te marineren, kunnen we ook meteen de satéstokjes weken. Ik gebruik daar van dit soort bamboestokjes voor. En die zet ik in een glas water. Dat is makkelijk. Het enige is, ze zitten om en om in de doos, dus je moet even alle kanten dezelfde kant op doen, alle puntjes. Mogen ze zo rustig weken en dan verbranden ze straks niet op het vuur als ze erop gaan. We zijn 4 uur later. Gaan we de Koreaanse kipsautootjes rijgen. Nou ja, dat kennen jullie natuurlijk wel. Een paar stukjes aan een stokje. Vier zullen we dan maar doen. En zorg ervoor dat je puntje van je stokje niet door het vlees heen steekt, dan verbrandt dat niet. Nou, zo doe je ze allemaal. Nou, alle satéetjes zijn geregen. Dit zijn 13 stokjes, heb ik 6 kipfiletjes voor gebruikt. Weet je ongeveer wat je eruit haalt. Mag dit nog even de koelkast in, terwijl we de barbecue aansteken. De marinade die over was, heb ik in een pannetje gedaan. Daar gaan we zo die satéetjes nog mee bestrijken tijdens het grillen. Maar voorlopig even dus de koelkast in en richting de barbecue. Satéetjes maak ik vandaag op de Keto Joe van Kamado Joe. En die heb ik indirect ingedeeld. Vaste kijkers hier hebben vast de review gezien van de Keto Joe. Ik heb inmiddels de plate setter van de Big Joe binnengekregen. Die heb ik nu gebruikt. Dus die ligt erin. Daarboven een rooster waar indirect de satéetjes kunnen garen. En dan hebben we een stuk waar ze direct af kunnen grillen. Dus mogen ze de barbecue op. Nou, ik begin met één portie. Een klein portie. Dat we maar met z'n tweetjes zijn. Die andere doen we straks. Dus lekker in etappes eten. Deksel mag dicht. En dan mogen ze garen. 20 minuutjes. 175 tot 200 graden. Op de helft na 10 minuten draaien we ze een keer. En dan smeren we ze in met de overbleven marinade. Maar daar komen we straks voor terug. 10 minuutjes verder. Tijd om de satéetjes om te draaien. En gebruik er een goede handschoen voor. Want dit is best wel heet, die stokjes anders, dus dan verbrand je handen niet. En dan mag de saus erop. Nou, wederom 10 minuutjes verder. En dan zien ze er zo uit. Als je zeker wil weten of ze gaar zijn, dan kun je altijd even met je thermometer erin prikken. Nou, deze komt wel een heel eind, dat zijn de hele dikke. Temperatuur is een graad of 80. Maar ze gaan nog boven direct vuur, dus zij krijgen nog een tikje mee. En dan mogen ze boven het vuur. Gewoon even om te karamelliseren. En net die extra Maillard-reactie mee te geven, waardoor dingen zo lekker worden. En dat is misschien 1,5 minuut per kant. Dat is eigenlijk genoeg. En hou het in de gaten, want er zit ook suiker in je marinade, dus je wil niet dat het verbrandt. Het is beter om regelmatig te keren dan om heel lang te wachten en dan eens te kijken. En als je merkt dat er een hete plek is in je barbecue, dan kan je daar je voordeel mee doen. En daar de wat dikkere jongens neerleggen. En als je denkt dat ze er zijn, dan mogen ze er gewoon af. Ja, dan doe je ze op een mooi bordje. Wat lenteuitjes eroverheen. En dan heb je de Koreaanse kipsaté van Tante Mio. De Koreaanse kipsaté van Tante Mio.
Echt waanzinnig lekker. En ja, ben je een saté-liefhebber, maak deze dan een keer. En misschien ga je niet eens meer terug naar je eigen vaste recept. Zo goed is die. Heb je hem gemaakt? Laat dan vooral in een reactie hieronder even weten hoe je hem vond. Dan, ja, dat vind ik leuk, maar dat vindt Ewald ook leuk. En die speelt het dan weer door naar zijn tante. Dus ja, daar wordt iedereen vrolijk van. En we zijn erg benieuwd. Hieronder kun je trouwens ook vragen kwijt over dit recept. Dus als er iets niet helemaal duidelijk is, stel ze hieronder. Heb je dringende andere barbecue vragen, dan is er altijd het barbecuegenootschap. Mijn forum. Er zitten een heleboel kundige mensen die je graag op weg helpen. Vond je dit een leuke video? Vergeet hem dan vooral niet te liken. Wil je me volgen op social media? Dat kan. Ik ben voornamelijk actief op Instagram. Noskos Barbecue. Speciaal voor Gert-Jan Groenendijk heb ik vandaag een andere pet op, want die vindt dat ik te vaak dezelfde pet draag. Hoe die daarbij komt, geen flauw idee, maar hey, ik ben de rotste niet, dus bij deze. En dan was dit wel weer voor deze week. Ik zou zeggen, tot de volgende!